Wij zijn onderweg naar Fontys Hogescholen in Tilburg. Ze hebben meer filialen, meer vestigingen, maar wij gaan naar een vestiging in Tilburg toe. In verband met de Spin Awards. En wel de categorie van de Spin Awards genaamd Jong Talent. En Jong Talent is bedoeld om nog studerend en aanstormend creatief talent op de hogescholen in Nederland aan te moedigen om te laten zien hoe creatief ze zijn. We gaan praten op die hogeschool met directieleden en uiteraard ook met een aantal studenten. Hoe is het gesteld met het creatief talent hier? Heel erg goed. Ja? Ja, dat zal het zich uiteindelijk moeten bewijzen. Ja, hè? Nou ja, daar in gouden en zilveren awards. Ja. Nou ja, wat je misschien hebt gezien is Bas Engels. Is reclamemaker van het jaar 2010 geworden. En die is oud-student van Fontys Hogeschool Communicatie. En dan specifiek van de creatieve richting. Okay. We hebben nu genomineerden voor de Gouden Lookie. Die hebben de commercial van het WNF gemaakt. Op zich hebben we talent genoeg. En dan hebben we het nog niet eens over onze studenten. Die de campagne van 5 keer Nederland hebben gewonnen. Met hun campagne Shotgun. Die zullen we ook insturen bij Spin Award. En we hebben natuurlijk nog veel meer talent. We hebben zoveel talent dat we gezegd hebben, we maken er een reclamebureau van binnen Fontys. Dus we hebben nu grof geschud. Het studentenreclamebureau binnen Fontys, specifiek voor Fontys Hogeschool Communicatie. Gaan we concurreren met de industrie? Nee, we gaan niet concurreren, maar we willen wel laten zien hoe creatief onze studenten zijn. En wat bureaus erg leuk vinden, is dat die creativiteit van studenten, dat je die mee laat pitchen met opdrachten. Dus het is niet meer zo dat we hier van binnenuit bedenken, goh, waar zal die buitenwereld nou eens behoefte aan hebben? Mm-hmm. We maken van buiten naar binnen onderwijs. Het kunstvak onderwijs moet veel meer richting creative industries. Ja. Omdat het een business is, ook de kunsten. Ja. En hoe belangrijk is creativiteit daarin? Creativiteit is, ja, is nagenoeg het belangrijkste element wat we eraan toevoegen. Wat was de kern van creativiteit voor jou? Out of the box denken en niet binnen je eigen mogelijkheden. Als ik een schotel moet creëren voor een event of voor een bijzonder diner, moet ik niet alleen zoeken binnen mijn eigen kunnen. Hm. Ik moet de techniek die ik beheers, dan moet ik loszien van een creatief idee. Ik moet een idee moeilijk, bedenken. Zelfs moeilijk. Al weet ik zelf niet, verdomme Rudolf, hoe ga ik dat maken? Want geen idee. Maar dan ga ik naar iemand die technisch is en die zegt, ja, als je nou met een boormachine dat doet, dat denk ik niet aan in eten. Ja. Je niet maar laten door remmen te luisteren naar andere mensen van heel andere disciplines, kom je tot de meest waanzinnige creatieve ideeën. We gaan de cupcakes van Rudolf verkopen in een grote roze bus. Een grote Amerikaanse schoolbus. Waarom roze? Roze, omdat het een beleving moet zijn. Het moet een rijdende cupcake zijn. Het zijn niet zomaar cupcakes die je bij de Albert Heijn koopt. Maar we willen echt een beleving gaan schapen met de cupcakes. Ik ben Nicole. Nicole. En wat studeer je op Fontys? Ja, ik studeer commerciële economie en dan IMUS. Hè, dus die International Event Music and Entertainment Studies. Mm-hmm. Erg leuke opleiding. Je kunt, het is niet dat je alleen de dingen mag bedenken. We mogen het ook echt helemaal uitvoeren. En daar leer je zo ontzettend veel van. Mm. Er kan in een boekje staan van, ja, je moet wel hieraan denken. Want daar kun je zomaar problemen mee krijgen. Maar als je het in het echt tegenkomt, het komt zoveel bij kijken. Daar leer je zoveel meer van. Toen ik hier mijn eerste gastcollege gaf, hebben ze me uitgenodigd om even in de kroeg te komen zitten hier in Tilburg. En ze vertelden, er waren drie bij, die bakten graag. De muziek was heel belangrijk. En ik heb gewoon eens zitten luisteren, een uurtje of twee. Dat was heel gezellig. En uiteindelijk, uit al die puzzelstukjes, kwamen we samen. Ik kwam net uit Amerika en daar zag ik het fenomeen food truck. En wat is er bijzonder aan een food truck, een rijdend restaurant? Er zijn steeds meer chefs in Amerika die zeggen, nou, ik kan weliswaar ergens een restaurant hebben en wachten tot mijn klanten komen. Maar hoe sexy is het om te zeggen, weet je wat, ik maak, al zijn het hamburgers, hè? Ik maak er maar 100 per dag van de beste ingrediënten. Al moeten ze wat meer kosten, so be it. Mm-hmm. En ik ga rondrijden en ik twitter en zet op internet site mijn route. En dan is het voor jou als klant ook sexy om die social media te volgen, je auto in te stappen of de fiets te pakken en daar naartoe te rijden. Want de volgende dag kun jij vertellen, hé, mij is het gelukt, hè? Ja. Ik heb daar en daar iets. Dus dan wordt het een soort destination, een plan. En, en dan komt het al in de buurt van een event. Nou, het idee is om met de bus een tour te gaan maken in Nederland, langs verschillende festivals, maar ook onze eigen festivals te creëren. We willen langs bushaltes door het hele land. Daar via social media en ons eigen online platform de consument laten weten waar we zijn. En daar kan je dan een lekkere cupcake proeven. En daar zullen we ook zorgen voor een hele beleving. Er moet muziek bij komen. We zijn met de Rock Academie bezig. Een aantal muzikanten van de Rock Academie gaan met ons mee op tour. We noemen het Busstop Pop. Een hele nieuwe cult willen we gaan maken rondom de cupcake. We zijn een opleidingsinstituut die conceptontwikkelaars opleidt. En als je dan het hebt over lifestyle, dan gaat het over wonen, gaat het over uiterlijk. Gaat het ook over duurzaamheid bijvoorbeeld, gaat het over sport en bewegen.
En de IMUS-opleidingen, International Event Music and Entertainment Studies. Daar hebben we dan twee richtingen in. De commerciële economische kant, ja. De commercial professional. Ja. En de communicatiekant, de creative professional. En dat is dat gebaseerd op wat vroeger HAO, COC? Nou, je vond en je vindt in Nederland algemene opleidingen, commerciële economie en communicatie natuurlijk. Ja. Wat wij hebben gedaan is dat we ze richten op een specifieke branche. Ja, ik ben Maurice Scholten. Ik ben net zoals mijn medestudent tweede jaar commerciële economie student op de IMUS. Ik vind het echt een superleuke opleiding. Dat zeg je niet omdat het moet, hè? Nee, dat zeker niet. Want ik ben heel laat geweest met mijn keuze in een studie. Ik wist vanuit mijn HAVO wist ik echt niet wat ik wilde gaan doen. Ellende is dat, hè? Ik heb zoveel open dagen bezorgd dat ik een beetje moedeloos werd. Maar, ja, maar dat komt omdat je niet weet wat je wil. Ja, en ze zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Van, ja, wij zijn het leukst, wij zijn het beste. Ja, ja. Ik merkte aan mezelf, nou, ik luisterde heel veel muziek. Ik speelde gitaar. En ik was er gewoon heel veel mee bezig. En ik denk van ja, als ik daar later nou iets in kan doen. Je kan creative director worden van bijvoorbeeld Extrema of van een andere evenementenorganisatie. Mm. We hebben een sterke band met een bedrijf als Talpa, omdat wij studenten mee laten denken in formatontwikkeling voor tv-programma's. Ja. Dan kom je daar in dat soort industrieën, in dat soort takken van sport, kom je terecht. Wat ik zo mooi vind, en zeker om aan te sluiten bij de muzikanten en de lifestyle waarin de studenten van de Academy for Creative Industries zich ook in bewegen, is dat je ziet nauwelijks popartiesten met tatoeages van slagroomtaarten of makkapunten of appelflappen. En waar we nu mee bezig zijn, is een cupcake wordt heel erg omarmd door verschillende culturen. En ook door muziek- en rockculturen. En waar we mee bezig zijn, is om bakkerijproduct een verjongingskuur te geven. Op een manier die alle Dus niet meer bij je eisen, oma op bezoek, de cupcake. Nee, maar alle eisen van, laten we zeggen, het studiepakket van deze studenten. En alle opdrachten die zitten in de hele begeleiding vanuit jong ondernemen. Om die samen te pakken als een avontuurlijk geheel waarin heel veel verschillende disciplines zitten. En waar 8 verschillende studenten heel erg hun eigen rol in kunnen vinden. Hoe commercieel ben je? Ik ben redelijk commercieel. Ja? Ja. Hoe belangrijk is het om commercieel te zijn? Als het gaat om het creatieve vak. Ja. Nou, commercialiteit, dat je commercieel bent, wil niet zeggen dat ik heel erg in geld denk. Maar ik vind het heel mooi om iets te bedenken en het daarna te verkopen aan mensen. Het is ook het allerbelangrijkste dat mensen ook weten wat je aan het doen bent. Dus niet alleen het concept bedenken, maar dat je dit ook in de markt zet. Wat ik er zo mooi aan vind, hè, een groep van 8 studenten. Die zijn alle 8 totaal verschillend. Komen in basis niet uit mijn culinaire wereld. Dat zijn net als ingrediënten. En boter is een heel ander ingrediënt als suiker en als meel. Mm-hmm. Maar voeg je die samen en kneed je dat goed onder de juiste temperatuur, met de juiste receptuur, dan komt daar iets fantastisch uit. Wordt het zilver of wordt het goud? Het wordt goud. En waarom? Omdat er geen platina is. Anders kunnen we daarvoor. Dank je wel. Okay. Ja, toch? Ja.